Groningen zijn 5 branden gesticht, waarbij 4 scholen en een zwembad helemaal of gedeeltelijk werden verwoest. De samenwerking van Philips met het Amerikaanse bedrijf AT&T, de grootste ter wereld op het gebied van telefonie en transmissie, is definitief. In Zeeuws-Vlaanderen begon een 3-daagse busstaking uit protest tegen het invoeren van de bustaxi. De Amerikaanse gezant voor Midden-Amerika, Stone, sprak voor het eerst met het verzet in El Salvador. Goedenavond, dames en heren. In Groningen zijn vanmorgen vrijwel gelijktijdig 5 branden gesticht. Een zwembad en 4 scholen zijn daardoor geheel of gedeeltelijk verwoest. De politie beschikt over een vaag signalement van de daders. De eerste en grootste brand brak vanmorgen vroeg uit in het overdekte zwembad De Parel. Alleen het technische deel bleef behouden. De schade loopt in de miljoenen guldens. De Groninger brandweer was nauwelijks terug in de kazerne of er moest opnieuw worden uitgerukt. Dit keer naar de technische Van Doornenschool. Daar brandde een kantine uit. De volgende brand werd gemeld vanuit de Christelijke Pedagogische Academie naast de technische school. Hier bleef de schade beperkt tot de docentenkamer. Korte tijd later was het opnieuw raak in kleuterschool Klavertje 4 en de lagere Albert Schweitzer school. De 2 houten lokalen van Klavertje 4 werden verwoest. Ook hier zijn sporen gevonden van brandstichting. In de Albert Schweitzer school liep een lokaal zware schade op. Over de brandstichtingen, politiewoordvoerder Van der Leur. De politie heeft een speciaal onderzoeksteam ingesteld wat de zaak onderzoekt. Er is vanmorgen 1 aanhouding verricht, maar de jongeman is in de loop van de middag weer heen gezonden. Verder zal de politie in de avond- en nachtelijke uren speciale surveillances, intensievere surveillances uitvoeren in de noordelijke wijken van de stad Groningen. Op dit moment houdt de politie van Groningen een uitgebreid buurtonderzoek. Na 18 maanden onderhandelen staat het nu vast dat Philips zeer nauw gaat samenwerken met de Amerikaanse elektronica-gigant AT&T. Beide concerns gaan samen in Nederland een nieuw bedrijf oprichten waar 5000 mensen gaan werken, afkomstig van Philips en van AT&T. Doel is gezamenlijk de modernste telefoonsystemen te ontwikkelen en te maken. Over die samenwerking sprak Harmen Roeland in Eindhoven met Philips-president Dekker. De samenwerking zelf die is op het terrein van zowel ontwikkeling als van productie als van marketing. De marketing zal voor een groot gedeelte gebeuren door Philips. De productie zal voor een groot gedeelte in Nederland gebeuren. En de ontwikkeling is iets wat samen gebeurt door AT&T en Philips. U weet dat AT&T is een van de grootste, zo niet de grootste telefoniemaatschappij ter wereld. En hebben natuurlijk geweldige bronnen. En dat zal dus een samenwerking zijn tussen de laboratoria. Wat streeft Philips na met die samenwerking? Wij streven na met die samenwerking een continuïteit op ons telecommunicatiegebied. En specifiek op het gebied van wat wij noemen de openbare telefonie en van transmissie. Bereikt Philips met die samenwerking een enorme voorsprong op de andere concurrenten? Wij hopen van wel. Dat klinkt natuurlijk niet erg prettig ten opzichte van de andere concurrenten. Maar ja, het is nu eenmaal zo in de wereld dat je probeert je posities te handhaven en uit te breiden. En wij geloven dat het zo is, dat voornamelijk met een gebied als telecommunicatie, waar je hebt te maken met een hele moderne en zich snel ontwikkelde technologie, waarvan het enorme grote sommen geld kost om dat te kunnen blijven financieren, dat wij verder komen, op wat langere termijn gezien, in samenwerking met een ander wereldbekend en gerenommeerd bedrijf, dan dat we dat op den duur met toch een betrekkelijk kleine thuismarkt, hoe belangrijk die ook is voor Philips en met de PDT, dan dat we dat op die manier zouden doen. Met andere woorden, zonder die samenwerking met dat Amerikaanse bedrijf zou de positie van Philips de komende jaren zijn verzwakt op het gebied van telefonie? Ik wil niet direct zeggen verzwakt, maar ik denk toch wel dat het steeds moeilijker geworden zou zijn om ons dus op te handhaven op een niveau wat nodig is om voldoende geld te kunnen genereren om de geweldig kostbare ontwikkelingen te blijven financieren. Volgens de heer Dekker betekent de samenwerking met AT&T dat de werkgelegenheid op langere termijn veiliggesteld kan worden. Met een uitbreiding van het aantal banen wordt geen rekening gehouden.
In zijn woonplaats Oostgeest is de criminoloog professor Willem Nagel overleden, die onder zijn pseudoniem J.B. Charles ook bekend was als schrijver. De naam J.B. Charles nam hij aan tijdens de oorlog toen hij zeer actief was in het verzet. Het bekendst werden zijn boeken Volg het spoor terug en Van het kleine koude front, geschreven vanuit zijn teleurstelling over de geringe maatschappelijke veranderingen in het naoorlogse Nederland. In Zeeuws-Vlaanderen is vandaag een driedaagse busstaking begonnen. De chauffeurs in het streekvervoer legden het werk neer uit protest tegen het tijdelijk opheffen van een buslijn. Ervoor in de plaats komt een taxidienst van een particulier bedrijf. Vanaf vanmorgen 5:30 blokkeren stakende chauffeurs de busgarage in Aksel. De chauffeurs zijn bang hun baan kwijt te raken als particuliere bedrijven taken gaan overnemen van het openbaar vervoer. Ook op andere plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen bleven de streekbussen vandaag in de garage. De vervoersbond FNV, die de staking organiseert, is bang dat het openbaar vervoer wordt ingeperkt door een bustaxi. Er zouden landelijk 250 banen door kunnen vervallen. Vandaag reed zo'n bustaxi voor het eerst tussen Hulst en Lamswaarde. Er waren alleen stakende chauffeurs als passagier. Ook elders in het land rijden al kleine streekbussen, maar dan niet met chauffeurs van particuliere bedrijven. Het experiment met de taxi moet uitwijzen of daarmee geld kan worden bespaard. Maar de vervoersbond FNV is er tegen. Openbaar vervoer net is een geheel. Daar zitten rendabele lijnen in die veel winst, maar die behoorlijk uit de kosten komen. Er zitten ook lijnen in die wat meer kosten opleveren. Maar we hebben in Nederland juist gevochten de laatste jaren voor één openbaar vervoernet, een goed samenhangend net. Streekvervoerbedrijven gemaakt vanuit die particuliere bedrijven, juist voor de kwaliteit van het openbaar vervoer. En iedereen heeft recht op openbaar vervoer, of ze nou in een druk bevolkt gebied woont of in een stille gebied. Maar zo'n bustaxi kan toch op een wat ander niveau ook het openbaar vervoer hier in stand houden? Jawel, maar wij zijn ook niet tegen kleinere eenheden. Maar wij vinden dat die taxi ook onder dat streekvervoerbedrijf moet blijven. En dat het ook bemand moet blijven door personeel vanuit het openbaar vervoer met openbaar vervoer cao's. De busmaatschappij Zuidwest-Nederland is voorstander van het experiment met de bustaxi. De maatschappij vindt het geen bezwaar om bij openbaar vervoer particuliere bedrijven in te schakelen wanneer daarmee geld kan worden bespaard. De busstaking, die overigens niet wordt gesteund door de vervoersbond CNV, zal tot en met woensdag duren. Vanuit Sri Lanka is vandaag een aantal Nederlanders teruggekeerd naar huis. Het zijn zowel vakantiegangers als landgenoten die op het voormalige Ceylon wonen. Ze zijn gevlucht voor de bloedige onlusten die de afgelopen dagen op het eiland hebben geheerst. Op Schiphol arriveerde vanmiddag een KLM-toestel met twee op Sri Lanka woonachtige gezinnen. De heer Schiks, eigenaar van een confectiefabriek op Sri Lanka, over zijn ervaring. Wij waren 's morgens om 8:30, kregen wij een aantal stenen op ons huis gegooid. Dat was, boven wonen dus de twee Tamil families. En toen dat gebeurd was, toen kwamen wat Silonese mensen bij ons aan de poort en zeiden van wegwezen, wegwezen. En toen hebben we dus twee koffers die we toevallig klaar hadden staan, waar niks in zat, hebben we wat kleren gepakt, erin gedouwd. Onder ons, ineens dichtgedouwd, onder de arm, mee in de auto en weggereden. U bent later bij het huis terug geweest, wat hebt u nou aangetroffen? Ja, dat later toen wij dus bij ons huis terugkwamen, toen zagen wij dus bij de familie waar we dus naartoe gevlucht waren, zagen wij boven het dak dat de vlammen uit het huis kwamen. Zijn we teruggegaan om te kijken of we wat konden doen. En toen vonden we daar dus 200 plunderaars in ons huis. Toen zijn we met alle macht zijn wij gaan schreeuwen. En daarop vluchtten zij dus. En toen heb ik een enorme ravage aangetroffen en alles... Al onze bezittingen waren kapot, vind ik. Hoe is de situatie in Colombo op dit moment? Nou, de situatie is zeer onrustig. Het is allerminst rooskleur. Er zijn enorm veel werklozen bijgekomen. Want we hebben dus ongeveer zo'n 12 grote bedrijven waar zo'n 3000, 4000 man werkten. Die zijn ineens in één klap werkloos geworden. Plus dat er nog zo'n kleine 40.000, 50.000 mensen dakloos geworden zijn. Dus dat loopt zo rond op straat. En er is een voedselprobleem, er is een waterprobleem, er is een elektriciteitsprobleem, er is een transportprobleem. Het is één heel groot probleem. En ik zie het niet meer zitten. Is dat een van de redenen waarom u met uw gezin gevlucht bent? Ja, zeer zeker. Zeer zeker. Eerder vandaag kwamen per bus uit Frankfurt 19 Nederlanders aan die hun vakantie op Sri Lanka vroegtijdig hadden afgebroken. In Arnhem werden familieleden gebeld. Een teruggekeerde toerist over de rol van de politie en militairen op Sri Lanka. De branden die daar dus zijn aangesticht, dat wijst er duidelijk op dat het zo gedaan is dat het echt met bescherming van politie en militairen is gebeurd.
Als je een uitgebrand huis zag, dan zag je precies dat het winkeltje of huisje precies van uitgebrand en dat de buren daar echt geen last van hadden. Het is dus echt met zorg gedaan, moet ik zeggen. De Nederlanders die voortijdig naar huis zijn teruggekeerd, hebben van hun reisbureau een andere reis aangeboden gekregen. De regering van Sri Lanka heeft de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Pakistan en Bangladesh om steun gevraagd als de gebeurtenissen dat noodzakelijk zouden maken. Om welke bijstand is gevraagd is niet bekend. Maar Pakistan en Bangladesh zouden direct positief hebben gereageerd. De Amerikaanse en Britse ambassades wachten nog op instructies van hun regeringen. In de hoofdstad Colombo, door de gevechten beschadigd, keerde het normale leven weer enigszins terug toen vandaag het uitgaansverbod even werd opgeheven. De bevolking maakte van de gelegenheid gebruik om voedsel in te slaan. Bij de winkels stonden rijen mensen. De voedselprijs schiet omhoog. Voor rijst en andere levensmiddelen wordt 3 tot 4 keer zoveel betaald als voor de onrust. Gewapende militairen zagen toe dat alles rustig verliep. Voor de middag en de avond werd weer een uitgaansverbod ingesteld. De regering heeft vandaag de arrestatie gelast van leden van de 3 linkse partijen die dit weekeinde werden verboden. Dat zijn er 35. De Amerikaanse gezant voor Midden-Amerika, Richard Stone, heeft voor het eerst besprekingen gevoerd met een leider van het Salvadoraanse verzet. Dat gebeurde gisteren in het Narino-paleis in Bogota, de zetel van de Colombiaanse regering. Stone sprak met Ruben Zamora, de leider van het Democratische Revolutionaire Front in El Salvador. Dat is de gematigde tak binnen de coalitie die strijdt tegen de door Amerika gesteunde regering van Salvador. President Betancourt van Colombia had de ontmoeting georganiseerd. Het ijs is nu gebroken, zei Betancourt na de besprekingen. Er is een belangrijke stap gezet die de spanning in Midden-Amerika kan verminderen. De president verklaarde dat dit eerste contact misschien kan leiden tot een ontmoeting tussen de regering en het verzet in Salvador met Stone als bemiddelaar. Verder werd er geen informatie gegeven. 3 eerdere pogingen van Stone, het Salvadoraanse verzet te spreken, mislukten. Inmiddels is Richard Stone na een kort bezoek vandaag aan Salvador teruggekeerd in Bogota. Hij zal er verzetsleider Zamora en president Betancourt inlichten over zijn bezoek aan de Salvadoraanse regering. De nieuwe Amerikaanse afgezant voor het Midden-Oosten, Robert McFarlane, is vandaag besprekingen begonnen in Beirut. Hij wil proberen nieuwe mogelijkheden te vinden voor de aftocht van de buitenlandse troepen uit Libanon. McFarlane is de vervanger van Philip Habib, die niet welkom was in Syrië. Maar of deze nieuwe afgezant meer zal kunnen bereiken in Damascus lijkt twijfelachtig. Amerika heeft zijn afgezant vervangen, maar zijn politiek blijft onveranderd, pro-Israëlisch, schreef een Syrische minister vandaag. Tegelijk met de komst van McFarlane zijn ook weer gevechten opgeleid in het oosten van Libanon. In de Bekaa-vallei hebben voor- en tegenstanders van de Palestijnse leider Arafat elkaar sinds gisteravond bestookt met artillerievuur. En ook Syrische troepen zouden de aanhangers van de PLO-leider nu opnieuw bedreigen. Hier een post van aanhangers van Arafat langs de weg Beirut-Damascus. De Syrische pers heeft gisteren bijzonder fel uitgehaald naar de PLO-leider. Hij werd uitgemaakt voor een min mannetje en een leugenaar. Volgens het Palestijnse persbureau WAFA hebben Syrische troepen nu verschillende posten van Arafat-aanhangers omsingeld en hun ontruiming geëist. Syrië zou erop uit zijn heel de Bekaa-vallei stevig in handen te krijgen. Ook uit Beirut werd vandaag een incident gemeld. Voor de 2e keer binnen 12 uur werd een aanslag gepleegd op het Libanese leger. Het aantal slachtoffers van de aardverschuivingen in Colombia zal tot boven de 140 stijgen. Dat is wel zeker geworden sinds donderdagavond toen de ramp zich voltrok. Op die avond werden de arbeiders die werkten aan een stuwdam dichtbij het dorpje Cachala in het Andesgebergte overvallen door 2 aardverschuivingen kort na elkaar. Dat gebeurde juist in de periode dat 3 bussen met 80 arbeiders van een nieuwe ploeg aankwamen en 80 anderen op het punt stonden te vertrekken. Soldaten en burgers werden ingezet bij de reddingswerkzaamheden die erg moeilijk waren door de aanhoudende zware regen. Er is geen hoop meer dat onder de dikke lagen stenen en modder die langs de bergwand naar beneden zijn gestort nog overlevenden zullen worden gevonden. Men vreest bij de bergingswerkzaamheden, behalve arbeiders, ook nog een aantal boeren aan te treffen die zich op de weg bevonden die over een lengte van 200 meter door de berg werd bedolven. Het zal nog dagen en mogelijk weken duren voordat men hierover zekerheid heeft. Door het ongeluk
hebben uiteraard ook de werkzaamheden aan de stuwdam grote vertraging opgelopen. De stuwdam zou in 1988 klaar moeten zijn. De technische hulpmiddelen voor mensen die niet of slecht kunnen spreken zijn met sprongen vooruitgegaan. Dat blijkt op een wetenschappelijk congres in de Jaarbeurs in Utrecht. Fonetici, dat zijn deskundigen die zich met spraak bezighouden, houden een 5 dagen durend congres over spraak in de jaren 80. Een zwaardemaker waarmee spraakbewegingen werden geregistreerd, is de wetenschap rond de spraak sterk veranderd. Door de intrede van de chip en de computer is dat razendsnel gegaan. Nu kan eenvoudig op een scherm worden afgelezen wat de spraakafwijking is en wat eraan te doen valt. De sprekende chip komt eraan. Hallo, u luistert naar een sprekende chip. Mijn naam is M.E.A. De machine wordt steeds meer mensvriendelijk, dokter Van den Broeke. Ik denk aan spraakafwijkingen bijvoorbeeld in het geval dat het stotterhoofd niet juist functioneert. Ik denk aan gespleten gehemeltespraak waar bepaalde reparaties verricht kunnen worden. Ik denk in gehoortermen aan het feit dat bepaalde gehoorafwijkingen op te lossen zijn met behulp van microelektronica. Dat zijn technische ontwikkelingen waar fonetici wel iets aan kunnen doen. De nieuwste ontwikkeling is dat de computer teksten kan lezen en uitspreken. Maar de fabrikant wil dat nog niet tonen. De Technische Hogeschool in Eindhoven heeft een programma dat op de computer ingetikt teksten hoorbaar maakt. Dit is een demonstratie voor de NOSK-notitie. Dit is een demonstratie voor de NOSK-notitie. We zijn nu in een stadium gekomen waarin we in toenemende mate de machine zo kunnen gaan inrichten dat hij zich aan de mens aanpast. Zowel wat betreft de situatie waarbij de machine menselijke spraak moet begrijpen, als situaties waarbij de machine spraak moet produceren, omdat de mens daar op de een of andere wijze behoefte aan heeft. Gedacht wordt aan blinden die snel veranderende teksten hoorbaar kunnen maken door middel van een computer. Het congres in Utrecht duurt tot en met zaterdag. Bernard Hinault, viervoudig winnaar van de Tour de France, zal volgende maand niet meedoen aan het wereldkampioenschap op de weg in Zwitserland. Hij heeft nog steeds last van een peesontsteking in zijn rechterknie. Hinault zal waarschijnlijk binnenkort aan die knie worden geopereerd. Hij verwacht niet dit seizoen nog in wedstrijden te kunnen uitkomen. Twee juries hebben 29 Edisons toegekend aan platenproducties in de categorieën klassieke en popmuziek. Bij de beoordeling is, aldus de Edison Stichting, gelet op de artistieke kwaliteit en het technisch gehalte van de presentatie. Het commercieel succes is buiten beschouwing gebleven, zegt de stichting. De Stravinsky-songs door diverse uitvoerenden werden bekroond. In de categorie jonge kunstenaars Jaap van Zweden. Werken van Ravel in het opera- en operette-genre. En eigentijdse muziek van het Concertgebouworkest. Een populaire Edison voor Herman van Veen. En voor Anita Meijer, buitenlandse zang. Freek de Jonge in de sector cabaret en theater. Michael Jackson, pop van buitenlandse herkomst. En de Nits kregen ook een Edison voor hun plaat Omsk. De Edisons, beeldjes ontworpen door Pieter de Hond, worden in oktober in Amsterdam uitgereikt aan de betrokken artiesten. Hier is het weeroverzicht van het KNMI. De middagtemperaturen waren vandaag aanmerkelijk lager dan gisteren. Werden er toen tropische temperaturen van 33 graden genoteerd. Vanmiddag was de temperatuur op de meeste plaatsen tot onder de 20 graden gedaald. Deze gevoelige afkoeling, die overigens al 5 dagen geleden door het KNMI was aangekondigd, ging bovendien gepaard met regen- en onweersbuien. In de buurt van Harlingen viel rond het middaguur uit een dergelijke bui zo'n 40 tot 50 mm regen. Aan de kust stond een krachtige tot harde noordwestelijke wind. Deze weersomslag werd veroorzaakt door een depressie die zich in 24 uur tijds van Frankrijk via ons land naar Denemarken verplaatste. De depressie was ook verantwoordelijk voor de onweersbuien in Zuidwest-Noorwegen, Denemarken, Zuidwest-Zweden, Duitsland, Frankrijk en Noordwest-Spanje. In Oost-, Midden- en Zuid-Europa wist het zonnige, droge en zeer warme weer zich ook vandaag nog te handhaven. Op de Britse eilanden bracht de noordwestelijke stroming tamelijk koel weer met een wisselende bewolking en ook enkele buien.
Dit weertype wordt morgen overdag ook in ons land verwacht. Wel neemt de buienactiviteit in de loop van de dag af en komt er meer zon. De middagtemperatuur zal rond de 20 graden liggen. De komende nacht daalt de temperatuur tot ongeveer 12 graden. De wind, die vandaag aan de kust nog krachtig of hard is, draait morgen naar het westen en neemt aan de kust af tot vrij krachtig. De verdere vooruitzichten duiden op een herstel van het zomerweer. Voor woensdag tot en met zaterdag luiden ze overwegend droog en zonnig. Middagtemperatuur ongeveer 21 graden. Einde van deze journaaluitzending, dames en heren. Goedenavond. Merci.